Dag jongens en meiden, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw filmpje. Gaat het nog goed met jullie? Ik hoop het. Vorige keer dat ik een filmpje voor jullie had gemaakt, ging dat over Jezus die zich alleen en eenzaam voelde in Gethsemane. Weet je nog, hij ging daar bidden en hij vroeg aan zijn vrienden of dat ze niet wilden gaan slapen, maar toch vielen ze steeds weer in slaap. Nou, we hebben het gehad over dat jullie je misschien ook wel eenzaam voelen of dat je mensen kent die zich eenzaam voelen. Nou, misschien is het wel gelukt om aan die mensen te laten horen dat je ze niet vergeten bent. Misschien heb je ze gebeld, heb je een appje gestuurd of heb je iets anders gedaan. Nou, goed gedaan. En mocht je het nog niet gedaan hebben, nou ja, kun je het altijd nog doen. Hè? Want het is nooit te laat voor een kaartje en het is nooit te laat voor een telefoontje. Hey, maar even iets anders, want heb jij vandaag al een eitje op? Misschien een echt eitje? Gebakken of hard gekookt, zacht gekookt. Ik weet niet wat je lekker vindt. Roerei misschien. Of heb je al chocolade eitjes op? Van die lekkere met kokos eromheen of met een lekkere vulling erin. Ik weet niet wat je lekker vindt. Melk puur of witte chocola. Maar ja, je weet wel dat eitjes bij Pasen horen. Maar weet je eigenlijk ook waarom eitjes bij Pasen horen? Nee? Nou, ik wil je dat vandaag vertellen. En daarvoor wil ik verder gaan met het verhaal van Jezus. Vorige week verteld over de hof van Gethsemane, de tuin waar hij ging bidden met zijn vrienden. Ik had het er net nog over. En weet je nog dat ik toen aan het einde vertelde over dat Jezus zei van, nou, mannen wakker worden, meekomen, want kijk eens in de verte, daar komt iemand aan. Nou, daar gaan we vandaag verder in het verhaal. En ik ga het verhaal vertellen van Goede Vrijdag, wat er op Goede Vrijdag is gebeurd. En ik ga het verhaal vertellen van Pasen. Nou, als je benieuwd bent, luister dan maar mee. Ik eet eerst even dat eindje op natuurlijk, dat snap je. Kijk, zei Jezus, daar komen ze aan om mij te arresteren. Zie je met hoeveel man ze gekomen zijn? De vrienden van Jezus keken de kant van het licht op. Inderdaad, daar kwam een hele groep met allemaal mannen. Mannen uit de tempel en soldaten, Romeinse soldaten ook. Hé, wie liep daar nog meer? Voorop? Dat leek Judas wel. Hun eigen Judas. Een van de 12 leerlingen van Jezus. Waarom liep hij vooraan in die stoet? Langzaam kwam de stoet dichterbij. Toen de groep met soldaten dichterbij gekomen was, deed Judas een stap vooruit. En hij kuste Jezus op zijn wang. Dag meester, ik ben het, Judas. En toen Judas die kus gegeven had, kwamen de soldaten dichterbij. En ze pakten Jezus vast en ze sloegen hem in de boeien. Judas, moest je daarvoor helemaal naar hier komen? Vroeg Jezus. Maar Jezus wist al wat er ging gebeuren. En daarom liet hij de soldaten hun gang gaan. Zo stond Jezus daar voor zijn leerlingen. Opeens leek hij hun meester niet meer. Hij was geboeid, wat kon hij nog doen? De discipelen... Ja, ze wilden wel wat doen. Ze wilden Jezus bevrijden, maar ze zagen dat dat niet ging lukken. Petrus deed de stap vooruit en hij wilde nog wat doen. Maar Jezus zei, laat maar, het moet zo gebeuren zoals het nu gebeurt. Jezus werd geboeid als een crimineel, als een misdadiger, als een boef, meegenomen door de soldaten. Zo liep er een hele stoet met fakkels en met zwaarden en met soldaten de Olijfberg af. Op weg terug naar de stad. Jezus werd naar het paleis van de hoogste priester gebracht. En daar werd hij stevig ondervraagd. Wie denk je wel dat je bent? En waar kom je eigenlijk vandaan? En wat vertel je allemaal tegen de mensen? Hoe kom je daar eigenlijk bij? Jezus probeerde de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar er werd eigenlijk helemaal niet geluisterd naar wat hij te zeggen had. De mannen in het paleis wisten al lang wat ze met Jezus wilden gaan doen. Hé, wie staat daar buiten het paleis? Wie staat daar buiten het paleis te kijken en te luisteren en te wachten? Dat lijkt Petrus wel. Inderdaad, Petrus is meegeslopen met de andere mensen en staat buiten bij het paleis te wachten. Misschien kan hij nog iets voor zijn meester doen. Maar andere mannen zien hem staan. En ze vragen aan Petrus, zeg, ben jij niet een van die leerlingen van hem? Ja,
Jij lijkt er wel verdacht veel op. Oh, nee hoor, nee, dat hebben jullie verkeerd. Nee, ik hoor niet bij Jezus hoor. Nee, absoluut niet. Wie zijn je eigenlijk? Wat is er hier aan de hand in het paleis? Ik heb geen idee. Op het moment dat Petrus dat zei, kraaide er een haan. En toen wist Petrus genoeg. Hij had Jezus verraden. Ook hij, niet alleen Judas, maar ook hij had Jezus helemaal in de steek gelaten. Petrus vertrok bij het paleis vandaan. Hij kon nu niks meer voor zijn meester doen. Hoe graag hij het ook zou willen. Toen het verhoor van Jezus klaar was, werd er aan de mensen gevraagd: wie willen jullie dat er gekruisigd wordt vanavond? Eén van deze twee misdadigers? En ze lieten twee mannen zien die heel erge dingen hadden gedaan. Of Jezus? Nou, de mensen wisten het wel. Jezus moet gekruisigd worden. Kruisig hem! Kruisig hem! Kruisig hem! Werd er geroepen. En zo kon het gebeuren dat niet veel later Jezus met een kruis op zijn schouders door de stad liep. Van het paleis moest hij op weg naar de plek waar de kruisen altijd neergezet zouden worden. En je snapt wel dat dat een zware tocht door de stad was. En zie je wat ze met Jezus hadden gedaan? Ze hebben hem veel pijn gedaan. En zie je wat hij op zijn hoofd heeft? Een doornenkroon. Want ze zeiden: jij wilde toch koning zijn? Nou hier, we zullen je koning maken. En van rozentakken met van die grote doorns erin hadden ze een kroon voor hem gemaakt. En die hadden ze op zijn hoofd gezet. En nog een beetje extra goed aangeduwd, zodat het bloed eruit droop. En toen Jezus aankwam bij Golgotha, zo heet de plek waar de mensen altijd gekruisigd werden, toen werd hij aan het kruis vastgemaakt. En daarna werd met twee touwen het kruis overeind gezet. Daar hing Jezus, helemaal alleen. En toen het niet lang meer zou duren voordat Jezus ging sterven, werd het helemaal donker op aarde. Terwijl het midden op de dag was, werd het helemaal donker. En na 3 uur sprak Jezus de laatste woorden. En hij zei: het is volbracht. Dat betekent: alles is gebeurd wat er gebeuren moest. Toen sloot hij zijn ogen en toen stierf Jezus daar aan het kruis. En nadat Jezus gestorven was, wilden zijn vrienden hem begraven. En daarom kwam Jozef van Arimathea, bij Pilatus, de Romeinse leider van de stad. En hij zei: beste meneer Pilatus, mag ik misschien Jezus bij mij in de tuin begraven? Want ik heb net een nieuw graf laten maken en daar zouden we hem graag in willen leggen. Mag dat, alstublieft? Pilatus dacht er even over. Nou, vooruit. Neem hem maar mee. Haal hem maar van het kruis af en leg hem maar in dat graf. Maar ik wil wel dat dat graf bewaakt wordt. Want we moeten niet hebben dat er gedoe komt bij het graf van Jezus. En zo gebeurde het dat Jozef van Arimathea Jezus meenam naar zijn eigen tuin en hem daar in het graf legde. En toen Jozef, samen met de hulp van andere vrienden, Jezus in het graf gelegd had, rolde hij een grote steen voor het graf. Dit was het einde van Jezus. De man die zo bijzonder was. De man waar ze zoveel van verwacht hadden. Nu lag hij daar dood in dat graf. En zoals Pilatus gezegd had dat het zou gebeuren, zo gebeurde het ook. Toen de vrienden van Jezus klaar waren bij het graf en weggingen naar huis, werden er soldaten bij het graf gezet. De mensen waren bang dat de vrienden van Jezus hem misschien weg zouden halen uit het graf. Omdat er in de oude boeken stond dat er een profeet zou komen die zou sterven en die na 3 dagen weer zou opstaan uit de dood. Want dat mocht niet gebeuren natuurlijk, dat snap je wel. En daarom stonden die soldaten daar. 2 dagen nadat Jezus begraven was, liepen er 2 vrouwen op weg naar het graf. Ze heetten allebei hetzelfde, ze heetten allebei Maria. En ze waren benieuwd hoe het zou zijn bij het graf. En ze wilden gewoon even bij Jezus zijn. Daarom waren ze op weg
naar het graf. En terwijl ze op weg waren naar het graf, begon de aarde opeens te beven, te schudden. Er gebeurde iets vreemds en er kwam een engel uit de hemel. En die engel uit de hemel die rolde die grote steen weg. Maar die soldaten die waren er toch? Ja, die soldaten die waren er zeker, maar ze konden niks doen. De engel rolde de steen weg en wat gebeurde er toen? Daar kwam Jezus. Hij was helemaal niet dood. Of hij was niet meer dood. Hij leefde weer. De soldaten wisten niet wat ze zagen. Ze wisten niet wat ze doen. Moesten ze aanvallen? Maar ze konden niks anders doen dan... Ja, kijk, sommigen die vielen op de grond en anderen die schreeuwden. Wat gebeurt hier? En ze gooiden hun wapens neer en ze renden snel weg. Wat gebeurde hier? De vrouwen die hadden het schudden en het beven wel gevoeld, maar ja, ze wisten ook niet precies wat er aan de hand was. Maar toen ze bij het graf kwamen, toen schrokken ze. Wat is hier gebeurd? Zeiden ze. En wie bent u? Het graf is leeg. Waar is Jezus? Waar is hij gebleven? Meneer, wat heeft u met hem gedaan? Oma, wacht even, zei de man. Ik ben een engel. En jullie hoeven Jezus hier niet te zoeken. Want Jezus is niet meer hier. Want hij is opgestaan. Ga het maar vertellen aan de mensen. Jezus van Nazareth is opgestaan. Hij leeft. Nou, je snapt dat die vrouwen niet wisten hoe snel ze bij de vrienden moesten komen. Hun Heer was opgestaan, hij leefde weer. Snel liepen ze door de tuin om het tegen de vrienden te gaan vertellen. Maar toen ze door de tuin liepen, zagen ze nog een meneer. Het leek wel de tuinman of zo misschien. Maar toen Maria goed keek, toen hoorden ze dat die tuinman zei... Maria, kijk, ik ben het. Maria wist niet wat er gebeurde. Er gingen allemaal gevoelens tegelijk door haar heen. Meester, bent u het? Meester, bent u het? Mijn Heer, hij is opgestaan. Hij leeft. Halleluja, onze Heer is opgestaan. Halleluja. En zo kwam Maria bij de vrienden van Jezus. Ja, mannen, het is niet te begrijpen. Het is bijna ongelooflijk, maar het wonder is gebeurd. Onze Heer Jezus, hij leeft, hij is opgestaan. Kom toch snel mee, want dan laat ik jullie zijn graf zien dat leeg is. Kom snel mee, we moeten hem gaan zoeken. Halleluja, de Heer is opgestaan. Nou, dat was het verhaal van Goede Vrijdag en Pasen. Jezus kwam naar de aarde om onze zonden te dragen. En je hebt gemerkt in de verhalen dat hij het eigenlijk al wist. Op een aantal momenten hoorde je dat Jezus zei van, ik weet al wat er gaat gebeuren. Laat het maar gebeuren zoals het moet gebeuren. Nou, en hij moest dat doen. Wij kunnen dat niet doen. Wij kunnen niet betalen voor de dingen die we fout doen. Maar Jezus kon dat wel, want hij was God en mens. En zo begint een nieuw leven. Voor jou en voor mij. En zo kom ik ook weer uit bij de eieren. Want, weet je nog, die eieren dat ik het daarover had? Het teken van nieuw leven. En dat snap je wel, want uit een ei komt een kuikentje en daar komt dan weer... een grote kip uit of een grote vogel. En zo is het ei het teken van nieuw leven. En doordat Jezus voor onze zonde stierf, mag ook bij ons het nieuwe leven beginnen. En kunnen wij iedere dag opnieuw weer proberen ons best te doen. En het beste ervan te maken. Nou, ik hoop dat jij vandaag, als je nog wat eitjes eet, of later als je een ei eet, dat je denkt aan deze dag, dat je denkt aan Pasen. Dat Jezus opstond uit de dood. En dat hij ervoor zorgde dat wij iedere dag opnieuw mogen beginnen. Nou, in de komende weken zien we elkaar vast nog wel vaker. Met andere filmpjes over andere verhalen. Maar ik wens je voor vandaag een hele mooie Paasdag. En voor morgen een mooie tweede Paasdag. Maak er iets moois van. Heb het goed en hou het goed. En je weet het, ga met God. En hij zal met je zijn. Doei!